Mijn moeder zei altijd, meeuw op het land, storm op het strand. En nu zitten ze hier bij mijn huis te krijzen. Enfin, dag lieve vrienden, hoe is het? Met mij is alles goed. Bijna weekend. Kan mij allemaal bommen. Het kan mij allemaal niets meer bommen. Ja, weekend hou ik van. Ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom. Maar goed, het maakt me niet zoveel uit. In ieder geval, wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten we even gaan kijken. Een beetje druk, te vroeg. Maar ja. Wat is dit in godsnaam? Wat is dit? Ik heb het neergezet. En ik weet nog steeds niet wat het is. Wat is dit? Mochi met rode bonensmaak. Mochi? Product uit Taiwan. Red bean flavor mochi. Ik weet niet hoe, maar... Wat is een mochi? Mochi, aardbeien, sinaasappel en hami meloen smaak. Laat met je me vergiftigen of zo? Wat is dit nou? Mochi met bubbel melk thee smaak. Bubbel melk thee smaak? Hé? Wat moet ik hiermee, Ahmed? Nou goed, het is een soort snoepgoed troep. Mochi iets. Gewoon maar weten wat dat is. Uit China. Dat is lang geleden dat ik troep voor zover kreeg van ons Ahmedje. Misschien heeft hij een nieuwe Chinese vriendin of zo. Enfin, ja, ik ga het maar gewoon proeven. Ja, ik heb mij het eigenlijk rot, ik ga het gewoon wel proeven. Ik begin wel bij die makkelijke, met die, met dat fruit erin, met deze. Assorted fruit flavor mochi. Waar ik voornamelijk heel erg benieuwd naar ben, is wat een hami meloen is. Wat is nou weer een hami meloen? Zullen we weten. Nou. Godverdamme, er komt toch een smerige chemische lucht uit die zak. Niet te geloven. Dit is dus een zakje met een mochi. Met sinaasappel, haki-maki meloen en aardbeien. Er komt een geur uit die zak. Oh, ik heb er een kop aan van... Oh, wat is dit? Het ruikt... Het is zuur. Ook een beetje zoet. Het heeft de odeur van versgelegd kools. Oh, godsamme kraken. Nou, dan zal dit toch ook wel helemaal niet te geloven smeren zijn. Oh, dit stinkt ook. Maar wat... Getverdemme. Een mochi is dus een... Ja, weet ik veel, het lijkt wel stopverf. Het is dus een zacht een kussentje. En dan... Oh, hemeltje lief. Oh, dit is ook zo chemisch als de pest. En dan erin zit dus... een kwakkie met die, Kijk nou. Ik weet niet helemaal, maar... Godverdomme. Godverdomme. Weet je wat het is? Mochi. Nou ja, zeg. Ik stik er bijna in en ik moet tegelijkertijd bijna overgeven. Wat een walgelijk product. Het is dus... Nou, het is echt een soort stopverf. Het is een soort uitgekoud kauwgom. Ken je dat? Als je dan heel veel kauwgom in je mond hebt. Je gaat er 3 uur op kauwen. Dat er op een gegeven moment het een beetje de rek eruit is. Dat het gewoon een beetje flufferig wordt. Dat is dit. Dat is heel extreem goor. En het blijft ook hangen in je keel. En het plakt heel erg. En daarin zit zo'n bolletje met smaken. Het is ook chemisch als de klonen leren. Ik geloof ook niet dat er iets in zit wat niet uit een hele enge fabriek komt. Even kijken, wat zit er allemaal in? Kleefrijspoeder. Waspompoen, palmolie, aardappelpoeder,
Allemaal gelatine. Allemaal conserveringsmiddelen. Er zit meer E-nummers in dan wat dan ook. Oh. Kan de activiteit of de oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden? Hè? Wat is dat voor snoepgoed? Hier heb je een snoepie. En dan heb je een mochietje. En 2 minuten later zitten ze zo op de bank. Zo. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zit ook bijna zo op de bank. Godverdikke. Nou, dit moet toch ook helemaal niet te geloven zijn. Er is dus zo'n vies bolletje braakmiddel. En dan... Ik word helemaal... Kotserig gevat. En hier zit dus in dit enge, vieze, kneedbare, vieze, gore balletje... Zit dus de smaak, wat was dat nou? Thee met melk of zo? Wat was dat nou? Met bubbelmelkthee smaak. Bubbelmelkthee smaak. Nou, wij kennen helemaal geen bubbelmelkthee smaak. Melk in je thee, dat kennen we wel. Nou, dat is ook al dat je denkt, moet het nou? Maar kijk nou eventjes, mensen. Kijk nou eventjes. En als je dat aan je kinderen geeft, dan donderen ze uit elkaar. Ja. Gadver. Het is ook... eigenlijk... komt het het meest in... Oh, die smaak is ook smerig, zeg. Rauw deeg. Rauw pizzadeeg. Dit is gewoon rauw pizzadeeg. Het smaakt... ook eigenlijk naar niks anders dan rauw pizzadeeg. Maar ja, dat is natuurlijk raar. Dat is natuurlijk die aardappelzetmeel... En al die andere troep die ze erin hebben gesodemieterd. Ik moet echt bijna kotsen van die ben. Wat is dit, joh? Dat is toch geen snoep? Nou, ik vind het niet veel te proeven dan maar. Ja, wel wat weg van thee met melk. Dat geef ik eerlijk toe. Of wat lekker is in een snoepje, dat weet ik zeker van niet. Of het überhaupt lekker is in een mochi. Nee, want het is een combinatie van vlek op vlek. Het is allebei nicht zum Pruimen. Dat is Duits voor niet te pruimen. Godverdikke. Ik begrijp wel dat ik dit spul niet ken. Dan moet ook heel erg in Azië blijven. Oh, de viezigheid, zeg. Kanonen. Nou, wat is dit dan? Dat is dat met die zwarte bonen. Een mochi zwarte bonen. Mocht je in een Aziatische winkel komen in een tokootje, je ziet het staan en je denkt, dat is leuk. Niet voor thuis meenemen, maar gewoon voor meenemen om aan iemand te geven waar je een pestpleurishekel aan hebt. Nou, dan heb je weer zo'n balletje, heb je weer zo dat ongare deeg. En hier zit dan zwarte bonen in. Ik moet echt serieus bijna braken. En dat heeft niet zozeer met smaak te maken. Anders dat hij niet lekker is. Het heeft met de structuur te maken. Het is een structuur wat zo ongelooflijk onlogisch is om in je mond te stoppen. Het is ook heel vies, maar het klopt gewoon niet. Het is niet dit... Misschien vinden ze in Azië deze structuur gewoon heel normaal. Wij, hier boerenhollanders op Klompen, vinden dit heel vies. Het is ongaar. Het is een structuur alsof ik, godverdikke, het weefsel van een dood dier in mijn mond heb. Het smaakt ongekend vies. Het is echt, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in mijn hele leven. Mochi. Wat de hel is dat mochi? En er staat gewoon Nederlandse tekst op de achtergrond, hè. Dus laten we wel wezen, dit is gewoon in Nederland verkrijgbaar. Nou, ik zou zeggen, doe het jezelf niet aan, mochi. Getverdemme. Ik moet bijna kotsie van die mochi. Ik kan hier heel erg kort over zijn. Tijd voor de cijfertjes. En die cijfertjes zijn allemaal hetzelfde. Dit is zo ongelooflijk smerig, onzinnig, nietszeggend, vervelend, naar, hoofdpijn opwekkend, irritant, smerig product.
dat ik geef ze allemaal, alle drie, elke smaak, een 1. En niet alleen geef ik een tip om ouders die niet aan kinderen te geven, omdat blijkbaar hier zoveel troep in zit, dat de activiteit en de oplettendheid van je kind nadelig beïnvloed kan worden door een mochi. Ik zou het als volwassene ook niet nemen. Ik zou het sterker zijn. Ik ben niet zo heel erg voor het verbieden van dingen. Maar als wij een overheid hebben die, zeker nu met het nieuwe regeerakkoord, zegt oog te hebben voor de bevolking, zou dit verboden moeten worden. Want dit kan niet. Dit product, oh, die geur alleen al. Ik zal je vertellen, ik gooi het niet eens in mijn eigen prullenbak. Ik loop helemaal naar de grijze bak buiten om het daarin te flikkeren, omdat ik het ook niet meer in huis wil hebben. Dit is een gevaar voor de volksgezondheid. Mochi, pleur nou even snel op. Nou, tot na het weekend. Dag. En Ahmed, even normale spullen opstoeren alsjeblieft. Dit is echt belachelijk.